Gemeente, de middenstand en de marktkooplieden lijken het eens te zijn geworden over de verplaatsing van de markt van het Statenplein naar het Begijnhof en de Sarisgang. Afgelopen week heeft wethouder Maarten Burggraaf gesprekken gevoerd met middenstanders en de marktadviescommissie die zo hun bedenkingen hadden tegen de verplaatsing. Die bezwaren zouden volgens Burggraaf voor een flink deel zijn weggenomen. De verplaatsing van de markt is nodig als onderdeel van de vergroening en het bruisend maken van de binnenstad en het Statenplein geschikt maken voor evenementen. Nou ja, voor evenementen kan het plein nu niet gebruikt worden omdat je op vrijdag en zaterdag de markt hebt staan. Dus daar heb ik het gesprek met de weekmarkt over gehad. En die zeiden van nou ja, inderdaad, als jij dezelfde voorzieningen als het Statenplein hier kan bieden met grondankers en dergelijke op het Begijnhof. En daar een goed inrichtingsplan op komt, dan heeft de marktadviescommissie gezegd, nou dat zien wij dan wel zitten. U bent eruit met de markt. Mits er ook wel een parkeervoorziening is die nabij is. Nou dat gebeurt op het moment dat we het Dorthuis opleveren, want daar zit een parkeergarage bij. En dan krijg je op het Begijnhof, want dat is ook een kernwinkelgebied, krijg je ook een veel aantrekkelijkere straat. Hè? Want nu is het toch heel veel vooral een verkeersader. En dan wordt het ook gewoon echt een fijne winkelstraat. Bewoners en middenstanders in de binnenstad worden opgeroepen mee te gaan doen met die vergroening. Ja, ook, want in de binnenstad wonen ook mensen. Of, we hebben de ondernemers een eigen zaak. Die kunnen ook meedoen met vergroenen. Nou, hier tegenover ons hebben we de Perry Sport zitten. Daar zit de eigenaar van ook met allerlei plannen om de gevels te gaan vergroenen. Dus op die manier, als wij dat doen als gemeente in de openbare ruimte en mensen dat ook met hun eigen pand doen, dan krijgen we een veel aantrekkelijkere binnenstad. Wanneer is de markt verplaatst? Nou, dat zal dus niet eerder zijn. De markt verplaatsen niet eerder zijn dan eind 2025. Want dan moet eerst de parkeergarage van het Dorthuis opgeleverd zijn. Dan pas kunnen we de markt verplaatsen. En we moeten ook nog een heel plan maken. Dat kost ook tijd. En u bent er in de gesprekken afgelopen weken uitgekomen met de mensen? Ik heb de meeste mensen die ik gesproken heb, die zeggen ja, wij zien met dit perspectief zien we dat zitten. En er is natuurlijk altijd zoveel mensen, zoveel meningen, nog winkeliers die je zegt, nou, ik maak me daar nog wel zorgen over of die loopstroom goed is. Maar ik heb ook gezegd, die zorg die nemen wij serieus, want het is een kernwinkelgebied. Dus het kan nooit zijn dat de uitkomst is van de nieuwe inrichting dat de loopstroom minder zou worden. Die moet juist meer worden in dit gebied. Nadat de gemeenteraad het definitieve besluit heeft genomen, zal het in totaal 10 jaar gaan duren om van de Dordtse binnenstad een bruisend vergroend centrum te maken.